Ik rij achter een oranje auto. Kom aan, de finish komt hier! Ik kom eraan! Haal hem in, Jan! Daar is de finish! Ik zie de finish! Ik lig tweede! Nee, Chris! Nee, kom op nou! Nee, Chris! Fuck! Nee, schreeuw nog harder, hé! Ik schreeuw ook, want ik wil winnen! Bam! Pak die punt! Ik heb hem! Holy shit! Ik heb hem! Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Jaren Tech aflevering hier samen met Chromo. Oh joh, ik ga zo hard crashen, let op. Oh, wat? Ik heb het overleefd. Want hij gelooft in mij. En ik rijd tegen dikke dingen aan. Ja, dat moet je niet doen, kijk uit voor dikke dingen. Niet leuk dit. Kom op. Nee! Ja? Nee. Kut! Wat nee? Oké, nu heb ik hem wel. Wauw. Zo, gaat hij goed, Kroon? Ja, heb je hem? Nee. Ja, het windje wel. Het windje heb ik wel gelaten. Ja, het windje kwam er wel uit, dat hoorde ik, ja. Oh nee, kut, paal. Nee! Ik lig eerste. What the fuck? Ja, maar ik weet niet waar hij hier ligt, waar hij rijdt. Oh nee! Hij ligt. Oh, please, nee! Chromo! Jan, wat doe je nou weer? Nee, ik... Ah, kut, hoeveel sta ik? Ik sta nog eerst, what the fuck? Oké. Hoppa, die bal rijdt val, ik heb hard tegen! Oké, ik heb hem met geluk. Wajo. Hoeveel seconden lig ik voor? Weet ik niet. Oh, 25! Oh man. Het is nog makkelijker dan een... Oh man. Nog makkelijker dan een aardappel te schillen. Hoeveel ga jij worden, Chromo? Ik denk dat ik... Shit. Dat je shit gaat worden. Hoe je moet sturen. Hoe ik moet sturen. Nou, en ja, alsnog word je zevende. En alsnog rijd ik tegen elke paal aan in de game. Ja, precies. Ja, maar hij werkt volgens mij nog niet voor palen. Het is nog een beta-apparaat. Ja, klopt. Dat is waar. Hier kom ik, hè. Daar gaat hij, hoor. Wordt beter, hoor. Ik zeg trouwens al een half jaar dat ik beter word. Ah, joh. Je komt er vanzelf. Wat Chromo vorige keer eerste was in een vliegrace. Ik ben finish! Finish! Chromo is eerste. Ja, ja. Heb ik speciaal voor hem. Nog een hele vliegrace. En nou is de druk te hoog. En nee, je kan het. Chromo, ik zie je vliegen. Ik beuk iedereen achter je naar de zijkant. Nou, kijk maar, alsjeblieft. Zo goed. Ik hoor zoveel explosies. Oh, denk ik, mijn geluid staat uit. Laat maar. Je moet even schreeuwen, denk ik. Hey, even beuken. Hallo. Ja, misschien luisteren ze. Want ik geloof in jou. Nou, dan ben je de enige vandaag. Maar ja, dat is genoeg misschien om te winnen. Het zou wat zijn als ik weer eerst word met een vliegrace. Ja, dan ga ik dan ben ik de officieel drie keer scheepsrechter. Dan ga ik gewoon alleen maar vliegrace nog starten. Want dan winnen we dit... Als we dan achter liggen wel, ja. Serietje. Jan, de druk wordt hoog. De druk je bent wordt er bijna. Als het goed is, ben je bij de finish. Ben je er? Lekker! Ik kan gewoon. Races gedaan, onverslaanbaar. Het kan gewoon doordat ik die vent beukte aan het begin, hè? Ja, dat wel misschien. Ja? I don't care! I will win! Hey, hoorde je? Die was mooi, hè? Oh, Chris, die komt even langs scheuren. What the fuck, man? Niet beuken in de lucht! Jan! Ja, sorry, iemand beukte mij! Oh, jongens, Chris, kijk uit! Doei, Chris! Ja, maar ik weet wat kut is. Ze rijden in het peloton. Met z'n vieren. En ik rijd erachter. Dus ik kan ze er nu eigenlijk niet meer inhalen. Doordat zij allemaal elkaar schitsen. Ja, houd moed. Ja, oh, ze zijn allemaal gecrashed. Ze zijn allemaal gecrashed. Nice. Hey, jongens. Hallo. Komen als die, ja, die gasten gaan allemaal sneller. Jullie hebben allemaal kosten in elkaar. Er crasht er nog één. Oh, ja. Dat gaat lekker zo, of niet dan? Oh, ja, nee, shit. Nu liggen er nog twee voor me. Hoeveel checkpoints nog? Nog 5-6. Ik rij achter een oranje auto. Kom aan, de finish komt hier. Ik kom aan! Haal hem in, Jan! Daar is de finish! Ik zie de finish! Ik lig tweede! Nee, Chris! Nee, kom op nou! Nee, Chris! Fuck! Nee, schreeuw nog harder, hé! Ik schreeuw ook, want ik wil winnen! Nee, kak! Schreeuw nog harder, Jan! Ik ben gecrashed! Fuck! Ja, zo jammer dit. Dit was een race ik ben die derde. Ik kon winnen. Dit was wel echt een spannende race, hoor, eerlijk. Boy, yo! Yo! In deze serie, ja, racen we natuurlijk tegen jullie als abonnees zijnde. En de tussenstand dit moment is 30. Oké, ik schiet al naar achter, Ja, dank je. Ik ben dood. Ik heb het overleefd. Wow, Chromo! Het overleven? Kijk die multikill van jou!
Heb ik een multikill? Ja, en die is zo'n kleintje ook! Holy fucking shit! Oh, oh shit, ik sta in de bocht dan. Nou word ik weer neergepoeid van achter. Dat is chill, want ik heb het begin overleefd. Ja. Ik denk nou dat ik nu geen last heb van al die... Ja, dan leg je allemaal proxy in met die mines. Dat is niet zo handig, Kro. Oh, we staan hier weer afgestapt met Pieten. Holy fucking Pieten. Awaar, zo hoort het in het spelletje. Je moet niet afstappen en mensen neerknallen. Die voor je. Oh ja, gooi even een sticky bom. Oh, beer. Thomas. Fucking hell, jongens. Ik ben nu bij jullie. Jullie zijn nog steeds aan het begin. What the fuck? You died? Ik ben door niemand gekilled. Moeten we die boot nou in of niet? Fuck! Nee, je moet dan gewoon aan de zijkant blijven gaan. Naar de zijkant blijven gaan. Niet bij opblazen, niet bij opblazen. Doe aardig. Ik blaas jou nou wel op. Oh, yo. Oeh. Zo, die voor je, want je reed toch verkeerd. Alle barsten van een bom allemaal, zeg. Yep, ik hoor allemaal explosief, maar ik lig eerst, hè. Ik pak even mijn bom. Oh, kijk uit. Auw! Ik heb je niet aangeraakt. Ik heb je gewoon een lamp ingehaald, Chromo. Rijf door. Niet op jou. Ik heb die andere achter je. Ja, dank je. Ik wou die vriend voor je hebben. Ja, nee. Ja, je wou bronnen. Mij hebben, maar dan maak ik... Nee, ik wou jou niet. Chromo. Kijk nou uit, man. Ik ben eerste. Ja, we moeten wel samen, team, hè. Ik ben al klaar. Je hebt me niet opgeblazen. Chromo, go, Chromo. Niet doen. Je staat in de head. Ga weg, niet schieten. Ga nou niet voorstaan, jongen. Mensen. Dit gaat nog wel even duren. Hoppa. Ik vind het wel een leuke race zo, man. Dat is een hele leuke originele race, ja. Heb jij nog geen één keer gecrashed? Nee. Oh, ik al 45 keer denk. Oh ja, maar jij ging je auto mooi houden, toch? Nee, nep crashes hoor. Geen schade verder. Oh, ik hoor een zeehondje. Ja, oh ja, die kwam even. Hij werd even wakker, ik heb de eerste lap gehaald. Ik rij een paal om, nu ligt Chris eerst. Fuck! Oh, yo. Oh, kak. Nee, hij lacht wel, alles goed. Ja, ik zou even lachen. Nee! Kut auto! Nee, nu moet je niet lachen, nu moet je huilen. Oh, jij zei lach je ook als, en toen zei je ja, dat. Ja, sorry. Nee, maar nu moet je huilen, man. Nu ging het verkeerd naam. Waarom moet die Chris altijd naast me rijden, man? Ga eens even iets doen of zo. Ja, Chris is mijn lieve schat. Alleen, hij mag niet eerste worden. Nee, Chris. Chris niet. Nee, niet zo onaardig. Oh, lieve Chris, ik hou van je. Remmen. Als jij een vrouw zou zijn. Christelientje. Christel, oh ja, dat is een goeie. Hier is de finish bijna, wacht even, Chromo. Chris, gas. Oh, Chromo. Wat? Bam! Oh, zo doen we dat. Puntje bij voor ons, 21. We hebben bijna gewonnen, man. We staan op 21 van de 25. Nee, want ze mocht geen schade rijden, dus ik wil maar even zien. Wacht. Hey, ik heb de vaart erin, hoor. Dit gaat lekker zo. Ja, ik heb zwart scherm. Oh, dat is ook mooi. Dan zie je hoe hard ik ga. Je voorwiel staat scheef, Chromo. Ik denk dat, of is dat, dat, hoort dat? Dat hoort zo. Je koplamp is ook kapot, maar dat komt zeker omdat het een oude auto is. Ja, dat was al zo. Oh, ik heb geen turbo. Fuck, mijn schuld. Oh, ja. De eerste keer dat ik geen turbo heb. Wow, jongens! Ja, daar gaan we! Ja! Alles onder controle! Oh, Chromo! Chromo! Chromo, kijk uit! Chromo! Je ligt op de kop! Oh, wat lekker, man. Wat een leuke race dit. Oh! Er is iemand! Wat? Er is iemand! Wat, wie? Er is iemand naartoe gegaan, maar ik weet niet hoe. Hey, ik ben opeens spannend opnieuw. Chromo, ik ben er ook! Chromo, ik ben er! Ik sta gewoon eerst te kromen, what the fuck? Hou vol, ik word gebeukt door Just Chris NL. Alle bastard, wat rijden deze mensen slecht. Gevonden. Rij nou even door, man! Oh kut, ik zit daar ook, ik moet daar langs. Ik sta hier in de file, dat is verschrikkelijk. Ik kom er langs. Oké, niks aan de hand, laat ze maar doorrijden. Die paarse kan echt niet rijden. Nee, die zat altijd voor mij, maar ik ben gewoon gerespawnd. Ja, maar die paarse die zuigt echt keihard. Die zwarte hier ook, die oranje niet, want dat ben ik. Grapje. Maar kijk hier naar beneden. Ja, jij beukt mij en dan zeg je oh my. Ja, maar dude, wat was jij aan het doen dan? Ja, ik werd gebeukt en dan... Nee. Deadmask, je moeder. Wat een piemelrace. Oké, kut. Deadmask, je gaat geband worden, jongen. Want je zit Chromo te beuken en je zit mij te beuken nu. Succes. Arme jongen. Mike, ik go. Oh, mes. Oh, meneer, sorry. Ik reed ook een meneer aan, Jan. Ik had het niet zo bedoeld, maar het gebeurde. Okay, ik ben bij de finish zo goed als, man. Ja, ik ook bijna. Ik vond het wel een leuke race, eerlijk. Alleen mensen kunnen echt soms niet rijden. Oké, hier is de finish, man. Hoppa, gewoon drie keer eerste, man.
Ik ben bijna bij de finish. Ik heb een stukje taart vergeten ook. Dat houdt dus gewoon in dat we bijna hebben gewonnen, Kroon. Maar nu in één keer. Gewoon bam. Maar nu in één keer. Gewoon bam. Maar in één keer die comeback is real. Ja. Want er staat op dit moment namelijk voor Team Yara Tech 22. Oh, dan gaan we nou elkaar belachelijk maken waarom, in deze serie. Waarom? Ik maak helemaal niet belachelijk. Jij doet toch nooit domme dingen, of wel? En je begint nou in één keer te lachen. Dus jij zegt sarcastisch. Nee. Ik lach helemaal. Wat? Wie heb je horen lachen, man? Ik hou je in. Wat dacht je daar? Kut. Van. Ik ben gecrashed. Het was te proberen, maar ja, als je in een of andere kromme banaan rijdt, dan kan je niks meer zien. Oh, dus dat is mijn schuld nog weer. Ja. Leuke fan ben jij. Altijd anderen de schuld geven, Kromo. Ik vind het zo jammer weer, hè. Heb jij een keer mij de schuld dan? Jij bent nu bij de finish. Ja. En ik ben... Oh nee! Wat, ik sta eerste? Wat? Ja, Jan. Bam! Pak die punt. Ik heb hem! Holy shit. Ik heb hem! Hoe kan dat dan? 23 punten voor ons. Ja, weet ik niet. Ik haal iemand in. Die vader denk ik aan het einde. Wat is je naam dan? Barry Constapel. Barry Constapel. Nou, hoe gaat het met je Barry Constapel? Ja, gaat lekker, man. Ik heb de vlam in de pijp, ik heb hem in z'n vijf. Dit is de slinger, der slinger, Kromo. Ja, ik heb nog steeds niet gezopen, dus ik kan weer niet slingeren hier. Jawel, hier slinger. Kijk zo, hop. Oh. Zag je me gaan of niet? Nee, ik zag je niet gaan. Ik viel er bijna vanaf, man. Wat komt iemand achter je aan? Oh, dat maakt niet uit. Ben jij toch? Want jij nog derde. Ja, er komen iedereen al in, want ik rij hier heel rustig. Oh, ja, dan zie je zo'n... Ja, hoe kan ik nou vallen? Ik sta bijna stil! Flikker van mijn fiets af. Jongen, jongen, wat een mogol dat mij vindt waar ik mee reis. Kom op, Kromo. Ja, die mogol valt gewoon van zijn fiets af terwijl ik stilsta. Dat zou ik ook doen. Ja, nou ja, nu mijn ding. Ja, als ik aan het plassen ben, dan kan ik hem net onder de wang houden. Ja, dan probeer ik me altijd te richten in het potje. Ja. En dan soms... Dat lukt je om te doen, of niet? Ik heb wel eens dat ik een spettertje misschiet. Ja. Maar dat kan iedereen wel eens gebeuren, toch? Ik heb een zakdoek in mijn zak en dan smeer ik het zo even daaraan en dan... Oh ja, dan stop je weer terug in je zak. Ja. Ja, waarom niet zo? Nou, nee, maar dat gaat super. Oh, bij mij ging het bijna verkeerd, man. Oké, dit gaat goed. Ik heb de stemming erin. Oh, wat de... Ik ben verkeerd gegaan. Nou, dat zal wel licht ermee te maken hebben, een klein beetje, maar... Maar geluk moet je hebben in het leven, Kromo. Snap dat? Nou, waar is het bij mij dan altijd? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we er allemaal ineens een puntje bij hebben, want ik ben derde. Het is weer ver te zoeken dit. Dus als iemand beukt, houden we dus in dat ze eruit zijn. Dus we zullen zien wie er gaat beuken. Nou, dan beginnen we al. Yo. Ja, hoppatee, waarom niet? Ik zei het je. Ja, kan gebeuren, joh. Maar deze mogen ze hebben, man. Ik geef ze, want iedereen zit mij toch te beuken. Nou ja, wij deden vroeger gingen altijd met de fiets, gingen we rondjes racen altijd. Ja, en toen gingen we elkaar fucking hard lopen beuken. Nee, wij deden dat zo. We deden gewoon allemaal op het rekje, mochten we een knuppel hebben. En dan konden we elkaar van de fiets aframmen. Oh ja, dat vind je leuk. Dat was wel lach, ja, behalve jij dat geslagen. Dat doe je ook met een auto die een 500.000 kost, of niet? Ja, nou ja, als het kan wel, ja, maar weet je wat is, een auto van 500.000 net geen rekje waar je knuppel op kan leggen natuurlijk. Nee, want daar past helemaal niks meer in, want die motor die... Oh kak, nee, dit doet... Die vent probeert me af te snijden, what the fuck? Hey, ik sta eerste, wat? Ik sta opeens eerste! Je gaat binnen gewoon. Nee, niet, want Christy komt me nu inhalen, fuck. Ah, kut. Wat? Ja, mijn auto remt af, ik hoorde het. Nee, mijn auto remde af, ik hoorde het, doordat ik eerste lig. Dan ga je niet snel meer, hè? Nee, je dikke moeder, please, slipstream. Nee, Chris is eerste. Ik heb nog nooit een slipstream gehad in deze race. Wauw, wat een bullshit. Ik hoorde mijn auto, ik reed in hoogste versnelling en hij schakelde terug. En toen haalde Chris me in, jongen, door die... Zonde. Door die shit, sorry. Nou ja, oké, jullie hebben een puntje erbij. Ik vond nog best wel goed dat ik tweede was. Kan je het blijken of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Kromo's kanaal. En dan zeggen wij tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Wat nee.